De Mercedes-Benz Atego is International Truck of the Year 2011. Belangrijkste redenen zijn de grote veelzijdigheid van het leveringsprogramma, de prestaties en het rijk comfort. Door deze eigenschappen past deze distributietruck prima bij de activiteiten van transportondernemer Van Oort. Wij zijn in feite een allround logistiek dienstverlener die zich bezighoudt op allerlei gebieden van het logistieke vlak. We zijn een transportbedrijf, autoverhuurbedrijf, verhuisbedrijf. En we hebben ook een opslag- en overslagafdeling. Het werkgebied is voornamelijk nationaal. En voor wat betreft onze vestiging hier in Ekwiel. We hebben ook een vestiging in België. En vanuit die vestiging bezorgen we de producten in België en Luxemburg. Bij elkaar hebben we 230 auto's. En daarvan is een 160 voertuigen zijn Mercedes-Benz voertuigen. Van Oort is een echt Betuws familiebedrijf. Simon is de tweede generatie en met veel creativiteit speelt de onderneming in op nieuwe kansen. En dat is ook nodig, want de historische rol van de Betuwe en het transport dat daarbij hoorde is drastisch veranderd. Vroeger draaide het vooral om ambachtelijke en agrarische producten, maar dat is al lang niet meer. Mijn vader is met één vrachtauto begonnen. We zijn hier vanuit de regio Stenen en Fruit. Door een vestiging van Weekamp, een grote magazijn voor tweemansbezorging bij ons in de buurt, zijn we daarvoor gaan rijden. En daar aangelinkt heeft de olieflectie verder uitgespreid. Er zijn verhuizingen ontstaan. Dat we met pieken op wilden vangen, auto's in moesten huren bij collega's. Op een gegeven moment zoiets van, is het niet handig om daar zelf iets in te gaan doen? Zo is de verhuur ontstaan. En daar aangelinkt ook weer de opslag. Omdat dat veel meer ook van ver weg komt, uit het Midden-Oosten, Verre Oosten. Komt de containers aan, moet het langer opgeslagen worden, zodat het in kleinere partijen naar de eindgebruiker gaat. De trucks zijn het rijdende visitekaartje van de onderneming. En om ze in perfecte staat te houden, heeft Van Oort gekozen voor een eigen werkplaats. Maar er wordt ook veel uitbesteed, omdat er steeds meer speciale apparatuur en kennis nodig is. Het onderhoud doen we eigenlijk volledig in eigen beheer. We hebben een eigen werkplaats. Daar doen we het reguliere onderhoud. Tot aan de middelgrote reparaties die we zelf uit kunnen voeren. Echt specifieke reparaties van versnellingsbakken, eventuele motoren. Dat loopt via de dealer. En hier is de laatste aanwinst. Het is de eerste ingrijpend vernieuwde Atego die in Nederland op de weg komt. En daar is Simon best trots op. Echt de allereerste gefaceliften, vernieuwde Atego. Ik heb 2 weken geleden opwezen halen bij de fabriek in Wörth. Een hele bijzondere ervaring, leuke ervaring om te zien van hoe een product ontstaat vanaf 2 chassisbalken. En aan het eind van de band een schitterende auto af komt rijden. Het is een 1222, Euro 5 met luchtvering en een slaapcabine. Een lage slaapcabine met 1 bed, er zit 1 chauffeur op. En vanwege het plaatsen van de koel- en verwarmingsunit boven de cabine. Kan er geen hoge cabine op. En dat is een voertuig met een volledige automaat. 220 pk, omdat we de Benelux mee bezorgen. Dus heb je toch net even iets meer vermogen, ook als je nog een keer een heuveltje tegenkomt in Ardennen. De Mercedes-Benz Atego heeft een laag eigen gewicht en een hoog laadvermogen. In het segment van 6,5 tot 16 ton is het dan ook een truck met een hoog rendement. Bovendien is al bij het ontwerp rekening gehouden met uiteenlopende opbouwen. Want opbouwdelen kunnen zonder boren van extra gaten worden bevestigd. Buiten dat we dus het onderhoud hier zelf doen, doen we ook een deel van de opbouw zelf. Wisselchassis maken we zelf, maar ook het overzetten van laadbakken. Dit voertuig is een voertuig waar de laadbak, de laadklep en de koelmotor van overgebouwd worden. Dat doen we in eigen beheer. En daarna gaat het voertuig weer ingezet worden voor transport van laboratoriumapparatuur. En andere zaken die geconditioneerd getransporteerd moeten worden. Vanzelfsprekend zijn voor het bevestigen en aansluiten van de nieuwe opbouw diverse onderdelen nodig. Daarvoor maakt men gebruik van originele onderdelen. Deze passen perfect op de gaten die al vanaf fabriek in de chassisbalken zijn gemaakt. Het Atego chassis werkt als een bouwdoossysteem, waardoor carrosserieën snel overgezet of nieuw opgebouwd kunnen worden. En die snelheid is belangrijk, want Simon van Oort wil de truck met het oog op de aantrekkende markt snel in kunnen zetten. We merken toch weer een stijgende lijn daarin. Vorig jaar was een slecht jaar, maar dit jaar gaan we er weer vol tegenaan. En dat zijn positieve uitspraken van een enthousiaste ondernemer, die met een brede dienstverlening en gemotiveerde medewerkers succesvol is. Ook in moeilijke tijden. Kijk voor meer informatie op onze website.